Ja, wat ik nu ga zeggen, ja, daar weet ik nu al van, dat er een aantal volgers zijn die zeggen, ja, die hou op, dat weet ik al lang. Ja, dat denk ik tenminste. Ja, ik denk dat er een aantal zijn bij jullie die zeggen, ja joh, dat is oud nieuws. Maar er zijn daar natuurlijk ook nog al een aantal volgers die het helemaal niet weten wat ik nu ga zeggen. En juist voor hen, aan hen wil ik doorgeven, jongens, dit is de oplossing volgens mij, hè? Ja, maar dan luister even goed. Ik wil graag oud worden, dat is hem. Ja, jullie toch ook? Ja, ik weet niet. Ik hou van het leven, dus ik wil graag zo oud mogelijk worden. En daar heb ik vroeger alles had iemand mij verteld. Ja, Harry, je moet dan visolie eten. En dat deed ik dan, maar ja, dan liep ik de hele dag. Kwam dat weer terug en dan ging je lopen boeren en dan liep je met die visolie smaak rond. En toen dacht ik, ja, ik stop er weer mee. Maar nou zat ik laatst weer te lezen. En wat zie ik? Okinawa, vrienden. Okinawa. En ja, in Japan. Dat ligt onder Japan, in het zuiden van Japan. Daar ligt het eiland Okinawa. En de vrienden van Okinawa, die worden zo verschrikkelijk stokoud. Dat wil je niet weten gewoon. Daar lopen, weet ik veel, hordes 100-jarigen rond. En die krijgen ze nooit meer dood. Dus die hebben bijna het eeuwige leven. En dat komt door de visolie. Ja, vis, dit ding. Hier, ik ga hem je even laten zien hoor. Komt ie, hè? Hier. Hap. Dit is hem. Dit is het geheim, jongens. Visolie, omega 3. Daar word je stokoud van. Ik heb even opgeschreven welke voordelen het allemaal geeft. Nou, dan moet je opletten, hè. Het is dus goed voor je darmen. Hey, visolie. Goed voor je immuunsysteem. Het is goed voor je vetverbranding. Het is heel erg goed voor je artrose, pijn in je botten, weet ik veel wat allemaal. Visolie. Het is goed voor je cholesterol. Hey. En daardoor weer geweldig voor hart- en vaatziekten, om dat te voorkomen. En dat nog eens een keer heel goed voor je koppie. Je wordt zo scherp als een mes. En het helpt tegen Alzheimer en noem het allemaal maar op. En het is ook nog eens een keer goed voor je ogen. Nou, vrienden. En je wordt er nog eens een keer stokoud mee. Hé, hey, dat is het. Want dat hebben ze, in Okinawa hebben ze dat bewezen. Ja, dus wat ben ik aan het doen de laatste tijd, vrienden? Ja, ik doe het gewoon. Ik ben hier gewoon mee bezig hoor, met deze. Ja, dit is hem hoor. Oh, wat ben ik hier blij mee. En, nog wat. Ja, ik wil gewoon zo oud mogelijk worden. 100 hoeft daar ook weer niet direct. Maar als het ergens dik in de 90, dat zou wel lekker zijn. En die visolie, die kan er, ik denk het gewoon bij helpen. Ja, jullie zullen misschien zeggen. En hoe je het moet innemen, vrienden, hoe ik dat doe. Gewoon met zo'n briefje. Ik heb het al eens eerder verteld. Zo'n rijst, dit is gewoon een rijstpapier. Die koop je gewoon bij Amazon, hier, in zo'n pakje, hier dit. Daar koop je dat, bij Amazon kun je dat kopen. Rijstpapier, en dan doe je er 2, ik heb hier 1 velletje, doe je 2. En daar draai je dan die pil in, zo, goed draaien, goed opvouwen. Hier, en dan maak je er een soort loempiaatje van, zie je het? Hup. En dan doe je er nog een papiertje omheen en dan weet je het zeker. En dan gebeurt er niks. En dan ga je gewoon. Elke dag als ik hem neem, die pillen, elke dag als ik hem neem, dan zeg ik, ik heb er weer 3 of 4 dagen bij. Ja, hé. Hey. Vrienden, ik zou zeggen, visolie.